Stefan, wendt het al, het leven van een Olympisch kampioen? Uh, het begint langzaam aan te wennen inderdaad, maar het blijft, blijft natuurlijk heel apart. En uh, gek om nu ineens uh, dan uh, Olympisch kampioen te zijn en, en alles wat dat met zich meebrengt. En, uh, is, ook, is ook wel heel uh, mooi, maar uh, heel bijzonder. Kun je eens uitleggen wat het allemaal met zich meebrengt? Wat komt er allemaal op je af op het moment dat jij Olympisch kampioen bent op de duizend? Ja, die, die eerste dag is echt uh, heel erg maf. Uh, je, je bent eigenlijk alleen maar met die wedstrijd bezig, uh, alleen met wat ga ik doen. Ja, en dan ben je Olympisch kampioen. En dan is het in één keer een omschakeling van alleen maar focus op die wedstrijd. Goed slapen, eten. En dan is het in één keer wat je helemaal geleefd. En uh, moet je voor alle, mag je voor alle camera's verschijnen. Dat is ook heel leuk natuurlijk om dat te doen. Alleen uh, op een gegeven moment. Uh, ja, ik denk dat ik echt serieus bijna vier uur achter elkaar gepraat heb. En uh, op een gegeven moment. Ik heb het nu nog een beetje. Mijn, uh, ik begon over te slaan in mijn stem. Gewoon van al het praten. Dus. Uh, maar ja, dat, dat maakt het ook bijzonder en speciaal natuurlijk. Dat uh, er zoveel belangstelling is. En ook uh, internationale pest. Dat uh, was ook wel... Uh, uh, voor BBC gestaan en uh, ik geloof ook vanavond naar een CNN in de studio mag zitten zelfs dus dat is ook wel uh, heel apart en uh, dus dat soort dingen komen op je af inderdaad. Denk jij dat je nu Olympisch kampioen bent en dat ben je de rest van je leven, je leven ook gaat veranderen? Uh, nou ik ik denk dat het wel dingen gaat veranderen maar ik hoop ook niet dat het alles dat er heel veel gaat veranderen want ik ben op zich uh, hartstikke blij hoe ik met mijn uh, Vrouwen en kinderen gewoon thuis alles voor elkaar hebben. en Wat dat betreft, uh, is dat misschien ook de leeftijd waarop je het wint. Uh, het is heel mooi wat het met zich meebrengt. En dat mensen het waarderen en dat je daar misschien ook uh, wel eens wat over mag vertellen ofzo. En dat, dat soort dingen vind ik, vind ik heel mooi. Maar uh, wat dat betreft, verwacht ik niet uh, in één keer dat het mijn hele leven op de kop hoeft. Er zijn er bij de mannen vier afstanden gereden hier in Sochi. Jij bent bij drie van die vier afstanden betrokken geweest. De een was succesvoller dan de ander. Jij kunt dus als geen ander uitleggen hoe is het nou als schaatser om hier in die Ata Arena actief te zijn? Ja, dat... Uh... Is een, uh, ja, dat klinkt misschien, uh, dat is misschien niet zo'n mooi antwoord, maar het is, het, het is gewoon een ijsbaan nog steeds. Weet je? Dat is, zo moet je het ook benaderen, denk ik. En zo heb ik ook, uh, ook die wedstrijden benaderd. Uh, het is de Olympische Spelen, maar aan de andere kant blijft het gewoon uh, bevroren water. En, uh, en uh, het is of 500, of 1000, of 1500 meter. En ik denk ook dat je op die manier zulke wedstrijden moet benaderen. Dan, uh, dan krijg je het beste resultaat. Als je hier uh, aan de stad staat en denkt: dit zijn de Olympische Spelen. en hier moet alles anders of zo, dan dat werkt dat niet echt. Uh, dus, uh, maar uh, uiteindelijk uh, de, de hele atmosfeer en zo is natuurlijk wel fantastisch. Zeker als je dan die race hebt gereden en daarna gewoon uh, zo'n uh, zo hal met, uh, met 8.000 mensen. En, uh, ja, dat, uh, dat is wel uh, daarna heel bijzonder, maar voor die tijd uh, benad je toch echt van het is gewoon een ijsbaan en we moeten hier gewoon heel hard schaatsen. Heb jij er rekening mee gehouden dat wij Nederlanders het zo goed zouden doen hier bij de Spelen? Uh, zo goed uh, misschien niet, maar ik had wel verwacht uh, dat ze het heel goed deden. Alleen, ja, er zijn vooral de Amerikanen laten natuurlijk afweten. En dat is wel uh, uh, bijzonder. En uh, uh, ja, voor de rest valt het uh, dubbeltje echt uh, heel veel uh, de goede kant op. Zeg maar en dat, dat, is, uh, dat is mooi dat, we, dat wij dat nu, uh, nu zo hebben. Uh, voor de rest is het competitieniveau gewoon heel hoog, denk ik. Uh, uh, ik weet dat daar wat, uh, wat geluiden over op gaat, maar uh, ik vind uh, het wordt gewoon heel hard gereden: uh, 500 meter. Uh, Laaglandrecords uh, uh, op de Olympische Spelen, de 1000 meter is gewoon een dik laaglandrecord uh, op de Olympische Spelen. Um, 1500 was ook gewoon heel erg hard gisteren, 5 kilometer van Sven, 16 is ook gewoon een vreselijk hard. Dus daar wordt ook gewoon heel, hoog, uh, heel hard geschaatst en dat, uh, dus dat, uh, dat is mooi. Waar is je medaille? Niet hier. <laughs> nee, dus, uh, <laughs> Hij ligt uh, goed uh, in mijn uh, koffer uh, in een kool doosje verborgen uh, met de kamer goed op slot. Krijgt hij thuis een plekje, weet je dat al? Nee, ja, die vraag heb ik al eerder gehad. Ja. Daar dat, dat moet ik eens goed over nadenken, inderdaad. Dat weet ik nog niet. Dat, dat, maar daar gaan we zeker wel een mooie plek voor vinden. Ja.